ik wil hem ook heel hartelijk welkom heten. Heb ik ook gedaan, nu officieel, Heer de Keizer. Je foto valt eraf. Dat vinden ze bij Studio 404 niet leuk. Ik vind het... Gaat dit goed zo doen? Ik vind het geweldig hier te mogen zijn, weet u? Zo'n jaar of 40 geleden... En ik ben geslaagd. Ik heb hier mijn MAVO-diploma gehaald en ben toen vervolgens HAVO top en PA gaan doen op de Habsburglaan en daarna naar de Universiteit Amsterdam te gaan. Dat was niet altijd even makkelijk, want ik ben een klein beetje dyslectisch. En dat betekende dat ik op de middelbare school de eerste paar klassen, toen ik naar de ABS moest in eerste instantie, ook bleef zitten. Met heel veel hard werken ben ik toch gewoon doorgekomen. Ik had hoge cijfers van natuurkunde, wiskunde, scheikunde, maar van dyslexie hadden ze toen nog niet gehoord. En dat was een erg grote worsteling. En ik ben heel blij dat ik wel doorgezet heb en uiteindelijk ook op de universiteit terechtgekomen ben. Ik ben heel trots dat ik op deze school gezeten heb. Maar daar ben ik vanavond niet hier voor. Ik ben vanavond voor iets gekeken wat veel belangrijker is. Dat is er gebeurd vorig jaar in juni. Op 3 juni in Brooklyn Studios, de Brooklyn Studios, de Stein Studios in Brooklyn, New York. Weet je wat dat genoemd wordt? Er wordt Sex in the City opgenomen. En in die studios, mocht ik staan. Eerst in de zaal, later op het podium. En toen was er de jury, de internationale jury voor de Intelligence Community Forum in New York. Dat is een wereldwijde organisatie die 400 gebieden in de wereld met elkaar vergelijkt. En uiteindelijk stonden ze daar en trokken ze een Philips-lamp uit hun jaszak en riepen, well, that's looks like a Philips-lamp. En het was Eindhoven, de slimste regio ter wereld. En vanochtend stond er in de krant dat wij de snelste groeiende werkgelegenheid, de snelste groeiende regio van Nederland. Afgelopen jaar is de jeugdwerkloosheid in Eindhoven gehalveerd. En de komende jaar gaat dat alleen maar verder door. Want in al die bedrijven waar we nu bezig zijn, komen elke dag 12 mensen tekort. Dag na dag na dag. 2 universitair, 2 HBO en 8 MBO-niveau. Elke dag opnieuw. En dat tekort, dat kunnen we ook niet zomaar over ons heen laten komen, want ik sta hier natuurlijk niet voor die bedrijven. Maar wat die bedrijven aan het doen zijn, daar gaat het om. Want in die afgelopen jaren, nadat die enorme terugval van de werkgelegenheid geweest is, hebben we in die bedrijven 65.000 arbeidsplaatsen, er bijna in totaal 75.000 arbeidsplaatsen in Eindhoven gekregen. Weet u, de wereld staat een beetje in crisis. En sommigen denken financieel, economische crisis, en anderen zeggen geopolitiek. De macht verschuift van Amerika naar China, maar er is veel meer aan de hand. Er is een crisis op het gebied van energie, een crisis op het gebied van voedsel, op het gebied van mobiliteit, op het gebied van ouderen. Waarom zeg ik dat laatst? In de komende 5-10 jaar zal het aantal mensen boven de 65 in enorm toenemen. En het aantal jongeren tussen de 20 en de 35 afnemen. En dat is dus de vraag. Wie gaat eigenlijk de ouders op? En wie gaat dat dan betalen? En waarom? En natuurlijk moet die ouderenzorg plaatsvinden. Maar dat financieren met minder mensen van alles wat wij met elkaar willen realiseren. Jullie eigen toekomst, jullie eigen welvaart als jongeren, dat moeten we met minder mensen voor elkaar zien te krijgen. En dat is spannend, want dat betekent dat we per arbeidsplaats meer toegevoegde waarde moeten krijgen, meer op moeten brengen. Kijk, wij zijn met z'n maar niet sterk. En daar zit mijn zorg voor het komend jaar. Dus we hebben hier een mega uitdaging. Jullie. Want jullie zullen hier langer rondlopen op deze aarde dan wij. En ook in deze stad. Met die geweldige kansen. Wat we hier met elkaar allemaal tot nu toe gecreëerd hebben. En het zou fantastisch zijn als jullie met elkaar erin zouden kunnen slagen om dat voor te zetten. De hotspot in de wereld op het gebied van technologie. En dat is geen vanzelfsprekendheid. Want heel veel jongeren kiezen voor een ander beroep. En dat is eigenlijk jammer. Want de uitdagingen voor de oplossingen van morgen. Die liggen, nee, ik vind het prima als mensen de zorg in gaan. Of dat ze rechten gaan studeren. Maar de uitdaging voor de problemen die we morgen tegenkomen om die op te lossen. Die doen we met name in techniek.
in techniek, samen met voedsel, techniek samen met gezondheidszorg, techniek met wat wij willen kosten. En ik zou het geweldig vinden als jullie nadenken, denken, met je ouders, met je vrienden, van zou dat voor mij nou iets zijn? Ik vind het geweldig dat ik hier vanavond mag vertellen. Ik hoop dat jullie het met elkaar over willen hebben. En ik wens jullie heel veel succes met de keuze voor je nieuwe vak. Okay. Dank jullie. Boeiende uitleg over de Sintse regio. Ik hoop dat het heeft geholpen bij het maken van de keuze van onze leerlingen. U begon te vertellen dat oud leerling van deze school, maar dat het eigenlijk daar niet voor kwam. Dan vergist u zich. Want eigenlijk komt u daar wel voor. Want 3 van onze leerlingen gaan iets doen, iets uitreiken. En ze gaan zelf vertellen waarom en wat en hoe en hoe het onder elkaar zit. En moet ik even spieken, anders ga ik de namen verkeerd zeggen. Dat zijn Marley de Laat, die loopt voorop, Bart Peters en Emily van de Helleputten. En ik geef het woord aan hen. We u ook nooit willen laten vergeten dat u op deze school bent begonnen met uw mooie carrière. En daarom hebben wij een kleine prijs, of prijs, een eer, een benaming. En die zullen wij nu overhandigen. U hoort namelijk ereleerling van het Stedelijk College. Ik denk dat ze wel trots zijn op het feit dat ik hier op school gezeten heb en dat ik nu burgemeester ben. Het gaat toch niet zozeer om mij als persoon, maar het feit dat de burgemeester op jouw school gezeten heeft. Ik denk dat ze dat wel hartstikke leuk vinden. Het is wel een beetje wat ik ook vertelde. Bij MIT in Boston zijn ze ontzettend trots op Steve Jobs. En op dat soort role models die gewoon voor hun het voorbeeld zijn van de uitdaging van de samenleving. Schouders eronder, aan de gang, nieuwe dingen bedenken, ontwikkelen en de wereld beter maken. En hoe was dat? Ja, dat was een hele ervaring, maar het ging goed, hoop ik.